Dus ik stond gelijk op uit de stoel en ik wou ze eigenlijk tegenhouden. Maar toen bleek er dus een man die zakte door het doek heen. Je schrikt wel, want je weet niet wat er is. Gisteravond om 9 uur was het een en al chaos in de Bekkemerstraat in Deventer. Een bebloede man zorgde voor veel commotie. Hij klom over verschillende daken en stortte uiteindelijk in een van de tuinen in elkaar. De politie en de ambulance waren binnen 5 minuten ter plekke. Maar de schrik zit er bij de bewoners goed in. Nou, ik zat een sigaretje te roken. En opeens, ik zat onder de zonnescherm. En opeens een bult kabaal. Dus ik dacht van, wat gebeurt hier? Zijn dat even dakpannen of zo? Dus ik stond gelijk op uit de stoel en ik wou ze eigenlijk tegenhouden. Maar toen bleek er dus een man die zakte door het doek heen. En die klom bij de buren op het dak. En ja, de schrik zat er wel behoorlijk in, ja. Uiteindelijk lukte het de bebloede man om zich nog vast te houden en een paar huizen verder te klimmen. Op nummer 16 is hij in de tuin terechtgekomen. En daar is ook de ambulance heen gegaan. Dus daar hebben ze hem ook opgehaald. Hij is ook, begreep ik, met de traumahelikopter uit het ziekenhuis naar Zwolle vervoerd. Ook de buurman op nummer 16 kreeg de schrik van zijn leven. Omdat niet duidelijk is wat er nou precies aan de hand is geweest, wil hij anoniem zijn verhaal doen. Ik was boven en ik hoorde een aantal klappen. Dus toen ben ik terug naar de tuindeur gelopen. En op dat moment zag ik een zwaar bebloede man in mijn tuin staan. Dus ik heb geprobeerd mijn deur dicht te doen. En dat lukte niet. En uiteindelijk ik had iemand binnen zitten. Ik zei, nou, je moet naar buiten. Zijn we via de voordeur zijn we de straat op gegaan. Zijn we naar de buren gegaan. En wat later blijkt is dat hij op het terras in elkaar is gezakt. Ik denk 5 minuten later was de politie en de ambulance waren er. Hebben die man geholpen en afgevoerd. Schrikken? Jazeker. Ja, dat zie je alleen in films dat ze zeggen. Op een gegeven moment zit je er zelf in. Ja, je schrikt wel, want je weet niet wat er is. Maar en toen ik het eenmaal zag, ja, werd ik wel rustig eigenlijk. Eigenlijk wou ik hem helpen, maar ja, ik kon geen contact krijgen. Dus ja, ik zou graag willen weten wat er nou aan de hand is, hè? Ja, ik denk dat die man of een psychose had of dat hij in de drugs is gegaan. Ook omdat hij zo'n onlogische route nam en lopend over een zonnedoek. En hij had bijvoorbeeld bij de buren had hij gewoon via de poort naar buiten kunnen lopen. Maar dan klauterde hij toch weer. Die man was zwaar verward. Dat was de indruk die ik had.